Hallo allemaal, welkom bij een nieuwe aflevering van de Lego Urbanist. De vorige keer hebben we het gehad over dat ik een aantal unieke sets van een vriend heb over kunnen kopen uit de jaren 80. Vandaag doe ik een vervolg daarop. Ik heb twee sets nu hier die ik, waar ik wat meer over wil vertellen. Allereerst hebben we de, de Unox set van, met de, de soep en worst. De Engelse variant is in 1980 uitgekomen. En de Nederlandse variant is in 1983 uitgekomen. Uh, zoals je kunt zien, hebben ze wel de tekst aangepast naar de Nederlandse variant. En hier ook de Nederlandse vlag. Alleen het verkeersbord hebben ze nog aan de andere kant laten staan. Dus dat is meer voor de Engelse uh, set. Uh, ook deze set is eigenlijk uh, nog volledig incompleet. En uh, die ga ik dus ook nog uh, klaarmaken. Uh, zoals je hier kan zien, is het natuurlijk echt een ouderwetse set. Uh, met, een, uh, met, een, met een zelfgemaakt, uh, gecreëerd paardje. Um, ja, de, de poppetjes moeten nog uh, aangevuld worden. Uh, ik mis ticketjes. En ook hier is het gewoon uh, weer flink ontkleurd. Maar het is wel leuk dat je natuurlijk echt een, een stadsmuur uh, hebt. Uh, die, uh, ja, en ik, uiteindelijk wil ik die uh, gaan stellen op, uh, op de planken bij, uh, bij de unieke sets. Want ik denk niet dat ik daar ruimte voor heb om, uh, om dat in de stad uh, te kwijt te kunnen. De tweede set is de chocomel fabriek. Dat is natuurlijk echt typisch Nederlands, uh, chocomel. Uh, ook die is uh, volledig, uh, uh, dat die nog volledig moet gemaakt worden. Mist ook een hoop, uh, mist ook een hoop zoals een lantaarnpaal, de poppetjes. Het uh, chocomelbord heb ik dan wel. Maar de takel om, uh, om de bank op te tillen voor de verhuiswagen die mist nog. Ook deze moet uh, weer volledig ontkleurd worden. Maar ja, dat is natuurlijk wel echt een le leuke set om te hebben... En deze komt uit 1978. En uh, ja, de, de, ook deze zit ik nog te twijfelen. Zal ik die in de stad gaan zetten? Of ze, zal ik die ook voor tentoonstellen? Uh, ik denk dat die eigenlijk wel een beetje te klein is om gewoon in de stad mee te nemen. Um, maar de, 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 dat gaan jullie in het vervolg zeker nog wel zien. Uh, mocht je dit een leuk filmpje hebben gevonden, like en subscribe. En deel het vooral met je vrienden.